Lang zal hij leven, lang zal hij leven. Het viel me wel op, er zitten weinig vrouwen in jouw vlogs. Woensdag heb ik zelfs maar 82 calorieën verbrand. Oké. Okay. 2 weken geleden had ik toch even een zwak moment. Oh. Maar toen had ik een soort van gekke haai, daardoor dat ik helemaal dacht, maar dit, ik word manisch. Dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we niet hebben. Of ga je nog dansen? Nee, ik ga over mijn nek en dan ga ik naar huis. Herfst. Ik was gisteren uit eten met Jesse voor zijn verjaardag en... Met onder andere ook zijn vader daarbij en de vriendin van zijn vader. Eigenlijk dus mijn ex-schoonouders. En ze hadden net een mooie reis gemaakt waar ze over vertelden. En ik vertelde over hoe het gaat met het vloggen. En daar was ik vannacht nog een beetje zo over aan het namijmeren. Zoals ik vaak na feestjes nog even zo alle gesprekken die ik heb gevoerd herafspeel in mijn hoofd. Moest ik ineens denken aan een gesprek dat ik heb gehad met de vriendin van Jesse's vader in Suriname. Toen we daar op reis waren met z'n allen. Toen zaten we op een gegeven moment op een onbewoond eiland, Matu Island, volgens mij, waar die grote foto in mijn werkkamer is gemaakt. Ik weet niet waar de rest was, maar zij en ik waren een beetje zo in de zee aan het pootje baden, want het was hartstikke heet. Maar je mocht niet te diep, want er waren piranha's. 2 jaar bezig met vloggen. En ze zei, ja, ik heb een paar van je vlogs gekeken en ja, het viel me wel op. Er zitten weinig vrouwen in jouw vlogs. En dat vond ik een heel scherpe observatie. Ten eerste omdat ze gelijk had. Er zaten inderdaad echt weinig vrouwen in mijn vlogs. En ten tweede, omdat het ook wel een beetje als een soort kritiek voelde. Dus ik voelde ook wel een beetje van, oh, feministische blik op mijn vlogs. En ik kom er niet goed uit. Daar moest ik dus vannacht aan denken. En toen keek ik zo een beetje zo door mijn vlogs van, hoe gaat het eigenlijk nu? Toen zag ik zo, vlog met Bonnie, vlog met Nova, vlog met Roosmarijn, vlog met Linda. Nou, inmiddels zijn er volgens mij heel veel vrouwen in mijn leven. En dus ook wat meer vrouwen in mijn vlogs. Dus ik dacht, oh. Dat is wel goed gekomen. Ja, ik heb me wel vaker afgevraagd van waarom had ik zo weinig vrouwenvrienden. Terwijl de meeste homo's die ik ken hebben juist heel veel vrouwenvrienden. Die zijn bijna geen vrienden met hetero mannen. Maar bijvoorbeeld op de basisschool had ik 0 vriendinnen. Op de middelbare school wel. Best wel veel uiteindelijk. Sterre, Lotte, Hilde, Melissa, Kim. Nou, echt, volgens mij had ik eigenlijk maar 2 mannelijke vrienden. En de rest waren allemaal meiden. Maar daar heb ik wel een klein beetje een soort... Ja, een beetje een meidentrauma opgelopen. Namelijk, wat er dan wel een paar keer gebeurde. En wat later trouwens in mijn leven ook nog wel een paar keer is gebeurd. Is dat die meiden dan verliefd werden op mijn hetero vrienden. En die kregen dan een relatie. En dan zag je ze allebei nooit meer. En dan was je in 1 klap 2 vrienden kwijt. En later werd ik ook bijvoorbeeld wel vrienden met de vriendin van een vriend. Maar dan ging die relatie uit. En dan was die vriendin ook in 1 keer verdwenen. Kai is nogal wild aan het spelen. En dan geloof ik helemaal niet per se dat alle vriendschappen... Ben je lekker aan het pingpongen? Nou, vind ik helemaal niet dat alle vriendschappen per se voor eeuwig moeten duren. Maar ja, loyaliteit vind ik wel een kern... waarde in vriendschappen. Ik heb ook heel veel vrienden die ik echt niet iedere week spreek of zie. Maar als we elkaar zien, dan is het gewoon gelijk weer helemaal goed. Maar mensen die zo in 1 keer van de radar verdwijnen... omdat er ja, iets is veranderd in hun leven... daar heb ik het altijd wel heel moeilijk mee. En ik zeg niet per se dat alleen maar vrouwen dat doen. Maar ik ga er nu vanuit dat de vriendinnen die ik nu heb... dat die niet straks in 1 keer uit mijn leven zijn verdwenen... als ze bijvoorbeeld kinderen krijgen. Dus weinig vrouwen in mijn vlogs, dat is volgens mij niet meer waar. Maar het zal niet helemaal 50-50 zijn. Alright, koffie! En hoe gaat het? Zo, wat een paars ensemble. Hoe gaat het nu met de ochtendmens worden? Ja, niet goed. Het is 11:20 op dit moment. Ik ben gedoucht, aangekleed. Ik heb veel te lang in bed gelegen. Ik ben veel te laat naar bed gegaan. Maar nou, ik denk dat ik wel om 12:00 in bed lag. Maar toen heb ik nog even mijn boek uitgelezen. Echt heel leuk. Heel fijn boek om te lezen als je lekker daarna wil slapen. Want alles is super lief en cute. Maar ja, ik was gisteren gewoon laat thuis. En vanavond ben ik weer laat thuis. Want vanavond is het echte feestje van Jesse. Dus ja, het lukte even niet. Ik zou vanmorgen ook gaan hardlopen. Heb ik ook niet gedaan. Het is jammer, maar het zijn zo morgen gewoon weer een nieuwe poging. Ik wist al van tevoren dat ik niet iedere dag om 11:00 naar bed zou kunnen gaan. Want ik heb gewoon af en toe... feestjes en leuke dingen. En
etentjes. Die ga ik natuurlijk niet afzeggen met als reden van ja, ik wil een ochtendmens worden, dus kom niet op je feestje. Kijk nou even hoe donker het hier is in huis. Het is midden op de dag. Oh. En het regent heel hard, dus ik wilde gaan wandelen, maar ik ga eerst even koffie drinken, want ik heb nog geen regenjas. Als ik een regenjas heb, dan is het geen excuus meer. Dan ga ik iedere keer naar buiten. Nou, doe ik ook een herfstige mok erbij met een lief rood borstje, met een sjaaltje en een mutsje. Wat ik heel leuk vind, mijn vader, die toch niet meer de jongste. Volgens mij is die 76 of 78? 77 is die. Hij wil een nieuwe computer en hij wil graag een Mac. Hij wil overstappen van Windows naar Mac. Best nog een grote stap, denk ik, voor iedereen. Maar zeker als je wat ouder bent en hij is op zich best wel goed met techniek. Hij kan heel goed met zijn telefoon en zo. Dus ik denk wel dat hij dat goed kan leren. Ik denk dat iedereen het eigenlijk wel goed kan leren. Maar toch vind ik het leuk dat hij dat dan aandurft. Ik ga nu, en ik heb hem geadviseerd over wat hij het beste kan doen. Van, nou, hij is vooral aan het typen en aan het internetten. Dus dan zou je eigenlijk voor de Mac Mini kunnen gaan. Dat is een heel betaalbare en heel klein, mooie kleine Mac-computer. Die heb je al vanaf €719. Maar dan heb je nog geen beeldscherm erbij, geen toetsenbord, geen muis. En mijn moeder heeft een heel mooie iMac. Wel een wat verouderd model, maar volgens mij wilde mijn vader eigenlijk ook gewoon net zo'n mooie computer. Dus nou gaat hij voor de iMac. Heel erg fantastisch mooi ding. Hij gaat voor de blauwe. Natuurlijk wel de goedkoopste versie, want ja, eigenlijk is deze iMac al te snel en te goed om alleen maar een beetje te typen en te internetten. Ik hou erg van spullen kopen. Het is nog beter als ik het niet zelf hoef te betalen. Ik vind het heel leuk dat ik dit voor hem mag regelen. Ik ga ook nog een printer voor hem bestellen die samenwerkt met een iMac. En hij moet dan ook nog een Word-licentie, of een Office-licentie. En dat was wel even een grappig of een beetje een wrangig gesprek misschien ook. Dus je kan Word nemen als een soort abonnement. Of je kan in één keer zo €400 of €300 betalen voor Word 2021. Ja, dat is wel een groot bedrag, maar dat abonnement moet je dan 4 jaar hebben voordat je dat eruit hebt eigenlijk. En toen was het even stil aan de andere kant van de lijn. Zei hij, nou, ik denk dat ik nog wel 4 jaar meega. Gelukkig maar, ik hoop het. Maar goed, je weet het natuurlijk niet. 77 is al best wel een mooie leeftijd natuurlijk. Maar ik vind het des te leuker dat je op die leeftijd nog gaat investeren in mooie nieuwe spullen. Iets nieuws wil leren ook. Dat vind ik ook wel echt belangrijk. Ik hoop dat ik ook de rest van mijn leven bereid blijf om nieuwe dingen te leren en nieuwsgierig blijf naar dingen. En ik ga nu een heel mooie computer voor mijn vader bestellen. En een printer en een Office licentie. Bam. Maar er zat niks anders op dan de paraplu te pakken en toch maar even naar buiten te lopen. Want ik zag op buienradar, het is nu iets van 5:30. Het gaat niet meer zachter regenen dan dit. Dit is het zachtst dat het vandaag gaat regenen. Het is niet lekker. Ik ben ook trouwens mijn kaplaarzen vergeten aan te doen. Heel dom. Er ligt natuurlijk overal hele grote plassen, want het heeft de hele dag keihard geregend. Maar ja, wel even buiten. Dat is wel fijn. Is het nou ineens droog? Hey, het is geloof ik droog. Oh, dat is wel fijner. Ik vind het gewoon niet fijn om zo'n paraplu, dat je die moet vasthouden. Ik zou wel zo'n hoedje willen met zo'n... Goed, jullie vragen natuurlijk enorm af hoe het nou eigenlijk gaat met mijn stappen. Want ik had volgens mij of in de
dag 0 video van een ochtendmens proberen te worden of in de dag 1 video gezegd dat ik ook een soort stappendoel voor mezelf wilde zetten. Nee. Maken. Nee. Punt. Wilde. Ja. Nou, er waren best wel veel comments van mensen die zeiden: ah joh, dat gedoe met 10.000 stappen, dat is echt onzin. Dat zegt helemaal niks. En het grappige is dat je dus die bewegingsapp van je iPhone, van Apple, dan kun je zo'n bewegingsdoel instellen. Vroeger kon je er volgens mij zo instellen hoeveel stappen je wilde zetten. Maar nu kun je, ja, volgens mij alleen maar instellen. Hier, wijzig bewegingsdoel. En dan kun je de kilocalorieën per dag instellen. En die heb ik, sinds ik een ochtendmens ben, op 600 gezet. Zondag heb ik bijna 12.000 stappen gezet en dat doel dus gehaald. Maandag heb ik wel 10.000 stappen gezet, maar niet die 600 calorieën gehaald. Dinsdag ook bijna 10.000 stappen. En ruimschoots die kilocalorieën gehaald. Woensdag heb ik maar 1900 stappen gezet. Woensdag heb ik zelfs maar 82 calorieën verbrand. Oké. Okay. En vandaag, nu zit ik op 1900 stappen en 83 calorieën. Dus dat, die stappen en die calorieën, daar lijkt geen enkel verband tussen te zitten. Het gaat me ook niet per se om het verbranden van die calorieën. Ja, het is natuurlijk een leuke bijkomstigheid, maar het gaat me meer om gewoon even een beetje bewegen. Even een beetje, niet alleen maar op die bank zitten, niet alleen maar op die bureaustoel zitten. Dus ook voor mijn mentale gezondheid. Gewoon dat ik af en toe naar buiten wil, is het gewoon handig, net als met die bedtijd, om daar wat exacte cijfers aan te hangen. Om een beetje, dat ik niet gewoon zeg, ik wil wat vroeger naar bed, maar dat ik zeg, ik wil om 11 uur beginnen met naar bed gaan. Dat ik niet gewoon zeg, ik wil iets meer bewegen, maar dat ik zeg, ik wil 600 calorieën per dag verbranden. En dat het niet altijd lukt, dat maakt me niet zoveel uit. Want haalbaarheid is nog steeds het sleutelwoord. Maar net als met dat ik mijn hardloopdingen bijhoud in Runkeeper, terwijl me dat eigenlijk niet zo interesseert, is het toch wel leuk om het een beetje te kunnen vergelijken, om te zien of er wat progressie in zit. En misschien om mezelf een klein beetje een schop onder mijn kont te geven van: je hebt maar 83 calorieën vandaag verbrand. Hup, naar buiten. Want nu is het toch eigenlijk bijna droog. En het mooie is altijd, als het net heeft geregend, is het helemaal uitgestorven in het bos. Heb je het hele bos voor jezelf. Kijk maar. I don't know. What happened? You just have to wait long enough. Nee, maar even wordt het warm. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. Woo! Hij leeft ook. We hebben nog een cadeautje. Ja. Eigenlijk een beetje op herhaling, hè? Beetje per herhaling. Ja. Vanwege het succes verlengd. Ja. Nog eens zo'n gouden gay-kettingje. Maar dan, als het goed is. Helemaal, want die vorige die was gewoon binnen 2 dagen. Deze roes niet. Ja, eentje roes. Die niet onder de. Nou, je moet er niet iedere dag bij liedje, denk ik. Nee, maar het is een edel. Prachtig. Jongens, dat is mooi. Echt goede lengte. Ja, beter. Toch mooi? Ik kan niet zien. Ja. Ja. Hier kan je het nog beter zien. Dankjewel, schatjes. Tijd voor midlife crisis. You're not even there. 30 is not midlife, sir. Nee, that's the that doesn't count. Maar aan de andere kant. Here comes a prophetic statement. 10 jaar geleden vond ik 30 ongeveer het oudste wat je kon zijn. Toen was Bram 30. Dus? Nou, en nu denk ik, nu heb ik baan,
Straks hebben we een leuk huis en een auto en... Leuk verhaal. Het begint eigenlijk pas. Ja, ja. Goed, ik vond 10 jaar geleden 30 al geld, dus nu ben ik zelf 30. Ja, dus, my son with his profound statement. Another one writes to us. Wat wil je? Biertje. Samari? Hey Doki. Hi. Gefeliciteerd met Jesse. Ja, gefeliciteerd. 30 jaar. Ja, het is een grote jongen geworden. Weet je nog dat je 30 werd? Of ja, niet zeker. Zo lang geleden. Dat is vorige week. Ja, voor mij is het 10 jaar geleden. Nee, de tijd gaat snel, maar ik weet het nog zeker. Ik werd toen 30 en mijn moeder 70. Toen gingen we een feest geven 100 jaar. Oh. Ja, dat was heel leuk. Silent Disco en zo. Oh, dat was dat feest. Oh, dat is echt heel, heel kort geleden. Ja. Ja, ik heb dus echt het gevoel dat het nu pas een beetje begint op mijn 40ste. Echt, oh, wat heerlijk om te weten. Ja, hè? Ik ben nou af en toe al kapot, namelijk. Ja, maar jij bent ook wel erg hard aan het werk. Ja. Wil je nog even je voorstelling... Oh ja, mijn lieve mensen, kom alsjeblieft kijken. Het is namelijk mijn eerste echte heuse eigen voorstelling. Ik heb helemaal stichting en bestuur en subsidies aangevraagd, alles gekregen. En een heel mooie voorstelling gemaakt. Ja, het is... Met een fantastisch decor. Ja, het heet De Prinsjurk en de Gouden Knoop. Het gaat over een prins die moet trouwen, maar het liefst in een jurk naar het bal gaat. Mm. Het is eigenlijk gewoon kleine Doki. Ja. Toen ik 4 was, toen had ik gewoon... liep ik al in de jurk van mijn 6 rond. Het is met een heel leuk team, dus Steve de Jong, die altijd met karton maakt, die maakt het decor. Jeremy Baker van Koefnoen heeft het script geschreven. Jan en Kees Groenteman de muziek. En jullie komen door het hele land. Ja, door echt door het hele land. Maar daar heb ik dus paniek van. Ja. Want ik sta in Tilburg, Breda, Haarlem, Amsterdam en de kaarten, die moeten de deur uit, lieve mensen. Ik heb ook van die tours gedaan, dat je in eerste instantie denkt, oh wat vet, we gaan het hele land door. En dan denk je ineens, ik ga het hele land door. Ja. Ja, en ik voel me gewoon mega verantwoordelijk, want ik heb gewoon 2 topacteurs bij me. Oh ja. Maaike Martens van de Luizenmoeder en Anne-Lotte van Aarst. En die zijn geweldig, maar ja, dan denk ik, hey! Ja, zeker. Kom erbij. Gefeliciteerd, hè? Jullie wel even nog. Hi. We hebben een zwart beeld. Ja. Heel klein knoopje. Denk je allemaal helemaal leuk. Spannend. Helemaal gaaf leuk. Ja. Maar ik voel me gewoon heel verantwoordelijk. Ik denk, ik ben alleen maar bang dat ze zeggen... Hallo Kampen! Dat er dan 6 mensen zitten. Ja. Hallo Amsterdam! Kriek, kriek! Daar ben ik bang voor. Ja, dat gaat niet gebeuren. Nou ja, mensen, koop die kaart alsjeblieft. Ja. Dookvandijk.nl. Juist. Nee, maar het is gewoon met heel veel humor. Dus ik hou gewoon van theater maken dat het wel ergens over gaat. Wel echt en voor de hele familie, hè? Ja, het is dus echt leuk voor jong en oud. Ja. Het is echt een beetje, mijn inspiratie is altijd Theo en Thea Pieter Kramer. Ja. Dus heel erg met humor toch een verhaal brengen over een modern sprookje over genderexpressie en zelfvertrouwen. Mooi. Ja, mooi, hè? Ja. Gaan heen. Maar moet je die wallen zien, meid. Maar helemaal. Maar ik ben kapot. Maar wanneer is deze tour afgelopen? 17 oktober beginnen we tot en met eind januari. Oh, en dan kun je weer lekker slapen. Ja. Dus bijkomen. Weet je, nou het is voornamelijk, we hebben première, dan spelen we gelijk heel veel. Dus ik drink al niet meer al een maand. Hoe is dat? Nou, ik ben helemaal helder, maar ik ben dus ook, het is nog niet eens 10:30, ik ben kapot. Maar met die drank, ik had van nu was het nou, 2 weken geleden toch even een zwak moment. Oh. Ja, heel kort had ik gewoon even een proostje. Deed ik een proost. Ja. Maar toen had ik een soort van gekke haai, daardoor dat ik helemaal dacht, ik word manisch. Dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we niet hebben. Ja. Nee, dus, maar lieve mensen, kom lekker, kom lekker. Dan kan de dokter namelijk gewoon lekker drinken. Ja, en ook een beetje ontspannen. Ja. voor mij ook leuker. Ja, voor jou ook leuker. Oh ja, ik kom nergens meer bijna. Nee. Ja. Ongezellig. Hoe leuk is het shirt? Shirt laten zien. Cute, hè? Ja. Het is inmiddels... 9:10. Ja, wel een beetje voorbij mijn bedtijd. Maar het is nog even de vraag, gaan we nu door of gaan we nu naar huis? Ik kan nog de trein halen, 14:15. Nou, we kunnen nog wel een tijdje door. Toch, Maurits? Zeker. Maar het is even afwachten wat Jesse wil, want hij is jarig. Hè? Ja, Jesse wil heel veel niezen. Is nog steeds dat niezen? Jesse is allergisch voor 30 zijn. Moet ik dit thuis varen dat je het meeneemt? Nee, hij drinkt het op. Ga naar het station. Doeg. Slaap lekker. Slaap lekker. Wil je in 1 woord zeggen hoe het voelt om 30 te zijn? 40. Dat kan niet. Oh. Dat is nog te vroeg. Hoewel jij altijd wel een beetje volwassen was voor je leeftijd. 30.
Je bent al 31. Nou, oké. Okay. Ja. Nou, 30 is helemaal niet zo erg. Nee. 30 is gewoon... Het begin van een nieuwe fase. Nu beginnen ze pas echt te pijn. Dan moet ik allemaal weer piepen. Ja, maar zo is het wel. Je gaat het niet ontkent dat niet. Nee, ja. Pas vanaf 29 beginnen ze echt. Zou het lekker, hè? Of ga je nog dansen? Nee, ik ga over mijn nek en dan ga ik naar huis. Dat is ook 30 zijn. Ik loop helemaal hier om terug naar mijn fiets te gaan. Nee, Frammy. Happy 30! Oké, wat is dit? Heerlijk. Oh! Jouw fiets. Nee. Hebben jullie geen FOMO's? Wat? Hebben jullie geen FOMO's? Analoge fiets. Iedereen heeft hier FOMO's. Ik heb een fiets van Orvie Fiets. Huh? Exit. Exit? Nee. Naar de poort. Oké, zo, het feestje is nu wel echt voorbij. En ik ben eigenlijk wel blij dat er niemand nog naar de exit wilde of uit wilde gaan. Want daar had ik geen nee tegen kunnen zeggen. En dan was het zo 4-5 uur geweest voordat ik schrok een beetje van die paspoppen in de etalage. Dan was het zo 4-5 uur geweest voordat ik in bed lag. En nu is het pas 1:20. En ik loop naar Muiderpoort station. En dan gaat de trein. En dan ben ik om precies 2 uur in Hilversum. Dan lig ik om 2:10 gewoon lekker in mijn bed. Heerlijk. Ik heb er nu al zin in. Met mijn lange kussen. Dus dankjewel voor het kijken. Alvast een fijn weekend. En zie je graag maandag weer. Kijk mee. Doei. Ja, daar had ik geen nee kunnen tegen. Daar had ik geen nee tegen kunnen zeggen. Oké, nog een poging. Daar had ik geen nee tegen kunnen zeggen.